De paragraaf over de Eerste Wereldoorlog is eigenlijk maar een lastige en ook een beetje een rare paragraaf in het boek. Want in twee pagina's proberen de makers van het boek uh, die hele grote oorlog die de Eerste Wereldoorlog is uit te leggen. En daarbij proberen ze ook nog twee verschillende kenmerkende aspecten te behandelen. Aan de ene kant het voeren van twee wereldoorlogen. Hier gaan ze dus in op uh, het verloop van de Eerste Wereldoorlog. Maar daarnaast ook uh, allerlei andere kanten van uh, die oorlog. Niet alleen het oorlog voeren zelf. Maar uh, vooral ook de verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij de oorlogvoering. En ja, in twee pagina's kun je zo'n complex geheel als de Eerste Wereldoorlog niet echt uitleggen. Ik vind dat ook niet een heel sterke paragraaf in het boek. Dat is uh, overigens bij andere methodes uh, zie je dat ook terugkomen. Maar goed, ik ga in dit filmpje toch maar even kort uh, door die Eerste Wereldoorlog heen. Ik wil het ook niet te lang maken. En ik ga vooral kijken dus ook naar die twee kenmerkende aspecten. En dan zul je wel zien dat er van alles voorbij komt. Het is aan de ene kant een politieke paragraaf. Die uh, regeringen van die verschillende landen die nemen allerlei beslissingen die natuurlijk uh, grote gevolgen hebben voor uh, de bevolking van die landen. Het is een culturele paragraaf omdat we zullen zien dat uh, het nationalisme heel sterk leeft onder uh, de bevolkingen van de oorlogsvoerende landen. En omdat er ook een soort van oorlogscultuur is bij uh, de bevolking en zeker ook bij de soldaten. Het is een economische paragraaf. Want zo'n eh, oorlog heeft natuurlijk ook grote gevolgen voor de wereldeconomie. En het is een sociale paragraaf, want we zullen ook zien dat eh, door eh, deze oorlog eh, bijvoorbeeld de vrouwen ook meer inspraak krijgen in de maatschappij. Als de mannen moeten gaan vechten op het front, nemen eh, vrouwen voor een deel eh, de arbeid van de mannen over. En dat zorgt dus ook voor sociale verschuivingen. Oké, okay, maar we gaan het gewoon eens even af. Ik ga het per kenmerkend aspect behandelen. Eerst eens even het voeren van twee wereldoorlogen, oftewel het ontstaan en het verloop van de Eerste Wereldoorlog. En nogmaals, dat zal ik heel kort doen. Eerst even de belangrijkste oorzaken. En die zijn ze niet allemaal. Dit is echt een versimpeling wat je nu krijgt van de hele Eerste Wereldoorlog, maar dan heb je in ieder geval een beetje een idee hoe het er aan toe gaat. Uh, de eerste oorzaak noemde ik net al, en die hebben we in hoofdstuk 8 ook al voorbij zien komen. Dat is een groeiend en toenemend nationalisme. In steeds meer landen zien we dat nationalisme opkomen. En dat zien we bijvoorbeeld in Frankrijk gebeuren, waar uh, de Fransen in 1871 een oorlog van de Duitsers hebben verloren, de Frans-Duitse Oorlog. En daarom willen zij wraak. En dat geeft een gemeenschappelijk gevoel. En dat Frans revanchisme, uh, dat Franse gevoel van wij willen wraak op Duitsland, uh, dat is een van de oorzaken waardoor uiteindelijk de oorlog uit zal breken. Want Duitsland en Frankrijk komen tegenover elkaar te staan. Aan de andere kant zien we dat door die Frans-Duitse oorlog in 1871 Duitsland één land wordt. En dan ligt er in één keer midden in Europa een heel nieuwe sterke natie. En die opkomst van Duitsland die is heel vervelend voor de andere grote machten in Europa. Voor Frankrijk dus bijvoorbeeld, maar ook Engeland en Rusland. Die kijken een beetje met arge zogen naar wat er daar in Duitsland gebeurt. Want zij zien dat het machtsevenwicht verstoord wordt. Maar voor de Duitsers zelf is dat natuurlijk een gigantische impuls voor een nationalisme. Zij zien van hé, hey, wij zijn één sterk gemeenschappelijk volk en dan kunnen wij heel ver komen. Uh, Groeiend nationalisme dus. Daarnaast zien we het moderne imperialisme, dat we ook al in hoofdstuk 8 hebben gezien, van invloed zijn op het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Er ontstaat namelijk een soort uh, wedstrijd eigenlijk, wie de meeste gebieden kan veroveren in Azië en in Afrika. En naarmate uh, de kaart steeds verder verdeeld raakt tussen die uh, Europese grootmachten. Ja, dan begint er concurrentie te ontstaan. Zeker als die nieuwe natie Duitsland gaat zeggen: Wij verdienen ook onze plaats onder de zon. Wij gaan meedoen. Uh, wij doen aan weldpolitiek, Wij willen ook koloniën. En die Duitsers hebben heel lang het gevoel gehad: dat zie je daar op het plaatje rechts. Dat zij uh, niet mee mochten doen. Dat uh, de, de taart van de wereld, zoals je hem daar ziet, eigenlijk verdeeld werd uh, onder de andere grote landen. En die Duitser die je daar links bovenaan ziet, die wordt daarvan afgehouden. En Duitsland gaat nu zeggen: Nee. Wij willen ook ons rechtmatige deel van die koloniën. Ja, en dat zorgt natuurlijk weer voor meer spanningen tussen alle landen. Uh, daarnaast zien we dat er door al deze zaken bondgenootschappen ontstaan. Twee grote bondgenootschappen komen in Europa tegenover elkaar te staan. De centrale en de geallieerde. De centrale bestaan uit Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Italië zit er in eerste instantie ook nog bij, maar die zullen later uh, overstappen naar de geallieerde. Uh, dat zijn dus eigenlijk de... Je ja, hebt de bruin-groene gebieden hier op het kaartje. En dan zie je de groene gebieden, dat zijn de geallieerden, dat zijn Frankrijk en Rusland, die besluiten om Duitsland in te sluiten. Zodat Duitsland aan twee kanten moet vechten en twee fronten oorlog zal moeten voeren als het ooit tot een oorlog komt. En Engeland uh, sluit zich daarbij aan. En je ziet ook al een reden waarom het uiteindelijk meteen een wereldoorlog zal worden. Als je helemaal onderaan het kaartje kijkt, dan zie je daar Noord-Afrika groen gekleurd. Die zitten bij de geallieerden, want dat zijn Franse koloniën. En uh, die koloniën die zullen ook meteen mee gaan vechten. Dus daarom wordt het al meteen, als die oorlog in 1914 uitbreekt, een wereldoorlog. Oké, okay, een uh, volgende oorzaak is de zogenaamde wapenwetloop. Naarmate de spanningen toenemen... Zie je dat de legers steeds verder gaan groeien, er worden steeds meer nieuwe wapens geproduceerd. Die wapenwedloop zie je bijvoorbeeld heel duidelijk tussen Engeland en Duitsland. Engeland is altijd de grootmacht op zee geweest, heeft de sterkste oorlogsvloot. En nu gaat Duitsland heel veel investeren in een oorlogsvloot. En daardoor ontstaat er een wedloop, een wedstrijd eigenlijk, tussen Duitsland en Engeland, wie nou het machtigste is op zee. En uh, nee, dat is maar één voorbeeld van zo'n wapenwetloop. Ja, en je kunt je voorstellen, als die legers blijven groeien, op een gegeven moment willen ze die natuurlijk ook gaan gebruiken. En sowieso werd het leger en de waarden van het leger belangrijker uh, in de jaren voor uh, de Eerste Wereldoorlog, in de jaren voor 1914. Want uh, ook het militarisme wordt steeds belangrijker. En militarisme wil zeggen dat uh, waarden die in het leger heel erg belangrijk zijn, zoals moed en kracht en vechten voor je doel, dat die ook in de burgermaatschappij aan belang toenemen. En uh, sowieso begint men in de jaren voor 1914 steeds meer het gevoel te krijgen van hey, een oorlog is eigenlijk onvermijdelijk. En een oorlog is niet per se een slecht iets, nee het is een goed iets want dan kunnen wij eens allemaal even laten zien hoe goed wij zijn en hoe nou precies uh, de verhoudingen liggen in Europa. En als dan in de zomer van 1914 die oorlog uitbreekt, dan heeft eigenlijk iedereen ook zoiets van: yes, nou kunnen we eindelijk laten zien hoe goed we zijn. Iedereen heeft zin in die oorlog. In al die landen staan de burgers te popelen om te gaan vechten. Nou ja, hier zien we dan even een, eigenlijk een kort overzicht van die oorlog. Alles op één kaartje. Je ziet hier dus die centrale nogmaals. Nu zijn ze dus blauw gekleurd. En de geallieerden, de oranje gekleurde gebieden. Je ziet dus ook lichtgeel dat er een aantal landen neutraal zijn. Waaronder bijvoorbeeld Nederland. Maar uh, wat je vooral ziet is dus dat er aan twee kanten gevochten wordt. Je hebt de zogenaamd Westfront, uh, waar uh, het front al heel snel stil komt te liggen. De Duitsers proberen via België, Frankrijk binnen te vallen, maar uh, de Fransen houden ze daar samen met de Engelsen tegen uh, in het noorden, net boven Parijs. En daardoor ontstaat er een uitzichtloze loopgravenoorlog. En je ziet daar die paarse lijntjes lopen. En dat is eigenlijk de verschuiving van het front. In die vier jaar dat er oorlog gevoerd wordt, en je ziet dat er eigenlijk nauwelijks terrein gewonnen wordt. De ene keer winnen de Duitsers wat terrein, en de andere keer worden ze weer teruggeslagen. En de strijd is dan eigenlijk ook uitzichtloos. Het Oostfront, de strijd tegen Rusland, daar zie je dat er meer beweging in zit. Daar zie je die paarse lijnen gedurende de oorlog wel verliezen. En dan zie je dat de Duitsers in eerste instantie grote terreinwinst boeken. Maar ja, ook daar is de oorlog eigenlijk gewoon uitzichtloos. Nou, hoe verloopt die oorlog dan? Heel even kort, de belangrijkste uh, gebeurtenissen. En ik zeg al, in de makers van het boek doen het heel kort, dus ik doe het ook echt heel kort. De Eerste Wereldoorlog uh, begint dus in de zomer van 1914 en zal uiteindelijk eindigen op 11 november 1918. Dan wordt de wapenstilstand gesloten. Iets meer dan vier jaar wordt er gevochten. En nou ja, wat, er zijn een heleboel gebeurtenissen, maar hier echt maar een paar, een paar keerpunten. Zomer van 1914, dus de oorlogsverklaringen en de mobilisaties. Waarom dat in die zomer van 1914 pas begint? Dat heeft te maken met de zogenaamde aanleiding voor de oorlog: de moordaanslag op de kroonprins van Oostenrijk-Hongarije, Frans Ferdinand. Dat zorgt ervoor dat al die oorzaken die er al waren, nu ineens echt bij elkaar komen en er een oorlog ontstaat. En dus al die landen elkaar oorlog gaan verklaren. En dat ze dus hun legers gaan mobiliseren. Dat wil zeggen hun legers in stelling brengen om uh, te gaan vechten. En hierboven op dat kaartje zien we bijvoorbeeld de Duitse Von Schlieffenplan. Dat was de Duitse mobilisatie. Via uh, België snel naar Parijs trekken. Dat was de bedoeling van de Duitsers. En dat is er dus niet gelukt, want ze worden tegengehouden. Dan krijg je die loopgravenoorlog. Uh, maar goed, wil je meer weten over uh, dat verhaal van die oorzaak en die aanleiding? Dan verwijs ik ook even naar het filmpje. wat onder het kopje historische vaardigheden staat. Oorzaak en gevolg. Dat leg ik uit aan de hand eigenlijk van de Eerste Wereldoorlog. Dus daar kun je ook nog eens naar kijken. Maar goed, 1914, oorlogsverklaringen. Nou ja, de strijd komt dus al snel muurvast te zitten. En dan zie je dat er eigenlijk nauwelijks beweging in het hele front zit. Zeker in het Westen dus niet. Pas in 1917 gebeurt er weer wat. De Verenigde Staten hebben zich heel lang buiten de oorlog gehouden. Maar als een uh, Duitse onderzeeër, als die een Amerikaans uh, passagiersschip tot zinken brengt, dan zeggen de Verenigde Staten, nu is het genoeg. Wij sluiten ons aan bij de geallieerden. Wij verklaren Duitsland de oorlog. En daardoor worden de geallieerden al iets sterker dan, uh, dan de centrale. Maar goed, daar staat er tegenover dat niet veel later een andere partij van de geallieerden, de Russen, zich terugtrekt uit de oorlog. De Oktoberrevolutie vindt plaats, de Russische Revolutie. De communisten onder leiding van Lenin nemen de macht over. En daarom besluit die communistische regering ook om vrede te sluiten met Duitsland. Dat doen ze begin 1918, maar eigenlijk vechten ze dus al vanaf eind 1917 niet meer mee. Dat maakt Duitsland even sterker, lijkt het. Maar uiteindelijk uh, zullen zij de oorlog uh, toch gaan verliezen, worden zij teruggedrongen. En daarom besluit de Duitse regering om op 11 november 1918 een wapenstilstand te accepteren. Heel kort een paar belangrijke uh, gebeurtenissen. Nogmaals, dus echt heel kort, er is veel meer over te vertellen. Uh, maar goed, er is een wapenstilstand gesloten, dan moeten er uh, afspraken worden gemaakt hoe nu verder te gaan. En de belangrijkste afspraken worden gemaakt in Versailles, Frankrijk. In 1919 wordt daar het Verdrag van Versailles gesloten tussen de geallieerden en Duitsland. En de belangrijkste conclusie van dat hele verdrag is eigenlijk de volgende: Duitsland is schuldig, zeggen de geallieerden. Zij hebben als enige die Eerste Wereldoorlog veroorzaakt. Dat is niet zo, want we zagen die oorzaken voorbij komen en die golden voor ieder land. Maar ja, goed, Duitsland heeft verloren en die heeft dus maar eh, dat Verdrag van Versailles te slikken. Ze moeten het maar accepteren. En het gevolg van het verdrag van Versailles is dat er voor Duitsland bepaald wordt dat zij hele hoge herstelbetalingen moeten doen. Eh, vooral aan Frankrijk voor de geleden schade. Eh, dat zij maar een heel klein eigen leger mogen hebben. Dat zij nauwelijks politie mogen hebben. Duitsland wordt echt onder de duim gehouden door dat verdrag van Versailles. En de Duitsers voelen zich dan ook zwaar benadeeld. En dat sentiment van hé, wij worden, uh, wij worden benadeeld door het buitenland. Dat is iets waar Hitler bijvoorbeeld heel veel gebruik van gaat maken. Waardoor hij heel snel een populariteit gaat winnen. Maar goed, dat is iets voor een, uh, voor een latere paragraaf. Oké, okay, dit eigenlijk dus voor uh, het verloop van die Eerste Wereldoorlog. Nu even naar dat uh, tweede kenmerkend aspect toe. Uh, aan de ene kant was er dus verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal. Ja, en dan zegt een foto. Meer dan duizend woorden. Hier hebben we het uh, Belgische dorpje Passendalen aan het einde van die Eerste Wereldoorlog. Ja, en je ziet al, er staat helemaal niks meer overeind. Wat eens een mooi bos was geweest, is gewoon een kaal maanlandschap geworden. Met uh, allerlei kraters uh, vanwege de bomaanslagen. Die zijn hier dan volgelopen met regenwater. Maar dit soort tafereelen kwam je overal uh, langs het front kwam je die tegen. En de vraag is hoe dat natuurlijk kan. Waarom werd er zoveel verwoest? Niet alleen aan de omgeving, maar ook aan mensenlevens. 10 miljoen doden heeft de Eerste Wereldoorlog opgeleverd. Nou ja, dat aantal doden, dat komt vooral door die loopgraventactiek die er gehanteerd werd. De beide partijen die groeven zichzelf in in loopgraven. En oms de beurt kreeg de ene partij door, klim uit die loopgraaf en probeerde vijandelijke loopgraaf 100 meter verderop in te nemen. Ja, daar kon men lekker in de loopgraaf blijven zitten en kon men eigenlijk gewoon prijs schieten. Want eh, je liep vaak ongedekt richting die loopgraaf en ja, dat zorgde er eigenlijk voor dat heel veel soldaten, als ze weer uit een loopgraaf de andere loopgraaf aan moesten vallen, eh, gewond raakten of gedood werden. En die tactiek die bleven ze zeker aan het Westfront maar vasthouden. En dat heeft gewoon voor heel veel doden gezorgd, terwijl het nauwelijks iets opleverde. De uh, Battle of the Somme, de gevechten bij uh, de rivier de Somme in Noord-Frankrijk in 1916 zijn wat dat betreft legendarisch. De Engelsen proberen daar door te breken. Uh, uiteindelijk winnen ze een kilometer of 4 à 5, maar dat heeft dan wel aan honderdduizenden soldaten het leven gekost. 400.000 soldaten komen om 4 om kilometer in te nemen. Dat geeft dus wel aan dat die loopgraaftactiek behoorlijk zinloos was. Dat heeft ook te maken door de nieuwe wapens die er in de Eerste Wereldoorlog gebruikt werden. Uh, voor het eerst zien we zogenaamde massavernietigingswapens gebruikt worden. En het is een begrip, dik gedrukt dus. Nou ja, het, het woord zegt het eigenlijk al: wapens die uh, op grote schaal iets kunnen vernietigen. Niet alleen steden, maar dus ook mensen. Nou, wat zijn dat dan voor nieuwe wapens die er gebruikt worden? Uh, we zien voor de eerste keer gifgas gebruikt worden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers beginnen ermee, maar uiteindelijk gebruiken de geallieerden het veel vaker. Uh, we zien dat het vliegtuig voor de eerste keer in wordt gezet als oorlogsinstrument uh, we zien duikboten ik noemde ze straks al even uh, gebruikt worden uh, waardoor allerlei schepen tot zinken worden gebracht uh, de mitrailleur die al eerder gebruikt werd die is nu helemaal dodelijk door die loopgraventactiek nogmaals dat was dus echt prijsschieten voor uh, die mensen die in de loopgraaf konden blijven zitten en we zien dat de Engelsen als eerste ook met de tank gaan komen nou ja op zich allemaal natuurlijk dodelijke wapens. En dat zorgt alleen maar voor extra slachtoffers. Zeker in combinatie met die uh, ouderwetse loopgraven tactiek. Dat is een beetje het rare van die strijd. Aan de ene kant zijn er heel veel nieuwe, voor die tijd moderne wapens. Maar aan de andere kant is de gebruikte militaire tactiek dus heel ouderwets. En dat zorgt dus voor heel veel slachtoffers. Dan nog even dat laatste stukje van uh, dat tweede kenmerkend aspect: de betrokkenheid van de burgerbevolking bij de oorlogsvoering. Wat we zien is dat burgers op verschillende manieren betrokken werden bij de oorlogsvoering. Ten eerste natuurlijk voor de burgers die in het frontgebied leefden, de dorpen en steden die daar lagen, in dat gebied waar ook die loopgraven werden getrokken, waar die legers elkaar tegenkwamen, die werden verwoest. Hier zien we Yper aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Belgische stad waar heel veel gevocht is en waar uiteindelijk bijna geen steen meer op de andere zal staan. Dus ja, veel mensen moesten ook op de vlucht. Er zijn bijvoorbeeld 1 miljoen Belgen die richting het neutrale Nederland vluchten. Daarnaast zien we, en dan komen we bij dat sociale en dat economische aspect van de paragraaf, dat er een uh, oorlogseconomie wordt ingesteld in alle oorlogvoerende landen. De economie wordt vooral gericht op de strijd, op de oorlog. Uh, er moeten vooral wapens gemaakt worden, er moet militaire kleding gemaakt worden. Er moet voor gezorgd worden dat de oorlog kan blijven doorgaan. En uh, dat is een oorlogseconomie. Andere takken van de economie, ja, die worden dus eigenlijk even minder belangrijk. De staat neemt dus ook vaak even de overhand en uh, probeert dus ook te beslissen wat er geproduceerd moet worden. Uh, en je ziet hier op die foto dus ook een vrouw werken aan uh, nieuwe wapens. En dat is dus ook weer zoiets wat, wat ik straks ook al zei in het begin van het filmpje: vrouwen worden veel meer bij de economie betrokken. En daarnaast waren er natuurlijk ook een heleboel burgers die zich opgaven bij het leger om te gaan vechten. En ja, waarom, waarom deed die burgerbevolking dat? Als je weet dat het zo'n verschrikkelijke oorlog is. Nou In het begin wisten ze dat niet, vonden ze dus dat het een goede oorlog was. Hadden ze ook zin om te gaan vechten, was er heel veel enthousiasme. Maar dat enthousiasme bleef de hele tijd door het gebruik van propaganda uh, aangewakkerd worden. Heel veel posters, zoals hier deze Engelse poster, uh, die riepen mensen op om de oorlog te blijven steunen, sterker nog, in dit geval om uh, dienst te gaan nemen in het leger. En daarna zie je dat de media, de kranten vooral, dat die ook vinden van hé, wij moeten achter onze eigen staat en achter de oorlog blijven staan. En die passen dan ook zelf censuur toe. Die vertellen vooral de goede kanten van het verhaal en niet zozeer de slechte kanten. En de Eerste Wereldoorlog is dan ook een goed voorbeeld van een totale oorlog. Een oorlog waarbij de totale maatschappij betrokken is bij die oorlog en waarbij de totale maatschappij dus ook in dienst staat van die oorlog.